Ik heb gemerkt dat veel van jullie vragen naar interessante ETF's. Dus dat is wat we ook vanaf nu gaan doen. Naast een serie interessante aandelen gaan we ook regelmatig een video maken: een serie met interessante ETF's. Vandaag dus de eerste video in deze serie. En houden we het lekker dicht bij huis. Gaan we kijken naar een ETF die de Ajax in Amsterdam volgt. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Vind jij ETF's nou interessant en wil je graag meer ETF's behandeld zien worden? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan gaan we nu beginnen met de eerste ETF dus in deze serie. En dat is de ETF van Van Eck die de AEX volgt. En voor deze eerste video heb ik juist een ETF gekozen van een beurs die we allemaal kennen, de Ajax hier in Amsterdam. Omdat we het vaak natuurlijk over buitenlandse aandelen hebben, vaak over Amerikaanse aandelen. Terwijl we het eigenlijk helemaal niet zo vaak hebben over de Nederlandse beurs of de Nederlandse bedrijven. Maar dit zijn vaak wel de bedrijven die jij bij naam kent. En misschien ook wel via het nieuws een beetje weet hoe het daarmee gaat. En leken we juist daarom interessant om daar nu naar te gaan kijken. Dat doen we onder andere door de website van, uh, van X zelf erbij te nemen. En Van Eck biedt dus verschillende uh, ETF's aan, waaronder deze Van Eck Vectors AX ETF. En deze is, zoals de naam al zegt, volgt de beurs de AX. En de AX Index biedt posities in de 25 meest verhandelde aandelen die op de uh, Euronext in Amsterdam zijn genoteerd. Kijken we even naar dit overzicht, dan zien we dat we dit jaar al een rendement hebben van 5%, het afgelopen jaar 8,5%. En sinds de oprichting zijn we bijna verdubbeld. We zien hier rechtsboven trouwens ook het risico van deze ETF en die wordt ingeschat op een 6. Heeft er vaak mee te maken dat het natuurlijk om aandelen gaat en die zijn sowieso al wat hoger. Gaan we iets verder naar beneden zien we nog de performance van dit aandeel in het laatste jaar. We zien ook duidelijk, ook op de Ajax was dat een flinke dip zo rond 18 maart, waarna het wel eigenlijk wel weer herstelde en um, we gingen hier eind november, waren we alweer het punt voorbij waarmee we het een jaar geleden begonnen zijn in principe? Um, dit zijn dadelijk dingen van de samenvatting van posities en de sectorverdeling, maar die komen we ook op de andere pagina's gaan tegen. Laat dan ook vooral het profiel gaan kijken, want bij profiel leren we veel meer over ja, wat deze ETF nou inhoudt, uh, wat de kosten zijn en dat soort dingen. Scrollen we hier doorheen, dan zien we dat die in Nederland gevestigd is. Dat is altijd interessant in verband met uh, dividendbelasting en zo, die je terug kan vragen. Gebaseerd, de benchmark is de AX-index. Het houdt dus gewoon in dat alles wat de AIX doet, doet deze ETF ook. Uh, dat kan zijn omdat ze na nabootsen of omdat ze de aandelen fysiek in bezit hebben. Nou, in, deze, in dit geval zien we hieronder staan fysieke replicatie, wat dus inhoudt dat het bedrijf ook echt de aandelen fysiek in bezit heeft. Wat we verder tegenkomen, wat belangrijk is, uh, vind ik vaak het gebruik van inkomsten. Die zijn uitkerend, oftewel uh, mocht er dividend worden uitgekeerd door bedrijven in deze ETF, dan wordt dit ook weer uitgekeerd aan jou. Daarmee heb je dus zelf de beslissing wat je wilt gaan doen met dat, uh, met dat dividend. Sommige ETF's houden dit juist vast, uh, dan krijg je automatisch, wordt je ETF meer waard, maar heb je niet de keuze wat je met dat geld wil doen? Dat heb je hier dus wel. En ook heel belangrijk zijn de lopende kosten. Die liggen voor deze ETF op 0,3 En dat is gewoon heel erg, ja, heel erg netjes. Uh, er zijn ETF's die minder kosten vragen. Er zijn ook zeker ETF's die veel meer kosten vragen. Daarnaast zien we al dat die geïntroduceerd is uh, eind 2009. Dus dat is alweer een ETF die een jaar of 10-11 meegaat. En dat de basisvaluta euro is. Dit houdt ook weer in dat we dus uiteindelijk geen valuta risico lopen. Uh, we kopen het in euro's. Want we leggen vaak ook in euro's in bij de Giro bijvoorbeeld. En um, heb je dat dus niet het geval dat je eventueel door dat er koersschommelingen zijn, dat dat een impact kan hebben op je rendement. Kijken we verder, dan komen we onder andere het ICE-nummer tegen. Dat is het nummer waar we straks mee gaan zoeken. Zodat dus we ook zeker het juiste aandeel hebben. Uh, de herweging die is drie maandelijks. Uh, ja, een ETF heeft natuurlijk meerdere aandelen. In, dit, in deze ETF zitten en de verdeling wordt dus elke drie maanden opnieuw bekeken. Dat kan zijn omdat koersen omhoog gaan, uh, misschien te groot wordt de positie. Uh, dat heeft allemaal impact op uiteindelijk ook de koers van de, van de ETF. Uh, we hadden het straks al over dividend. We zien dat ook hier dat dat per kwartaal wordt uitgekeerd. En de laatste keer was dit zo uh, eind december met een bedrag van 13 cent. Ten slotte zien we ook nog dat er eigenlijk geen kosten verder zijn... behalve die 0,3% die we hierboven al zagen. Dus geen instapkosten, uitstapkosten of performancekosten. En het is geregistreerd in verschillende landen... maar de beursnotering is hier op de, op de Euronext in Amsterdam... met zoals gezegd dit ISA-nummer. Laten we dit alvast kopiëren, omdat we dat straks dus nodig hebben. Um, dit maakt het gewoon makkelijk dat we zeker ook het juiste aandeel hebben. Laten we gewoon kijken naar het rendement... Dit uh, is eigenlijk sinds de oprichting heb ik hem hier gedaan. Dat is niet sinds de oprichting. Dat moet ik even opnieuw laden. Dit is sinds de oprichting. En we zien hier dat het dus eind 2009 um, is opgericht. Toen hebben we hier, we hebben dus de eerste crisis gemist. De, de financiële crisis. Degene die de meesten van jullie misschien wel kennen. We hebben wel hier 2011 als niet zo goed jaar. Sommige jaren gingen juist heel goed, dat zie je wel. Maar over het algemeen is het een vrij stabiele lijn naar boven, wou ik zeggen. Behalve eind 2018. En natuurlijk maart 2020. Scrollen we verder dan zien we eigenlijk uh, de wat beter de rendementen per periode. De laatste maand 1,6%. De laatste jaar 8,5% zoals we straks al hadden gezien. De laatste vijf jaar uh, bijna 90% en sinds de oprichting 180% bijna. Dat komt dan neer op een ja, rendement per jaar van gemiddeld... 9,6% wat gewoon heel erg goed is. Uh, en kijken we dan hieronder nog, kunnen we het nog per jaar zien. Kijk, we hebben een paar jaren gehad dat we in de min gingen, zoals 2011 met 9% in de min. 2018 was een heel erg goed jaar, behalve de laatste paar maanden. Ook daar bijna 8% in de min, maar dat compenseert natuurlijk wel weer met goede jaren. Kijk hier 2013 met 20% of bijvoorbeeld 2019 met 28%. En mocht je nou interesse hebben in deze ETF, deze is onder andere te koop via de Giro. Het ISA nummer heb ik straks al uh, gezocht, dus dat kunnen we hier plakken. En dan krijgen we automatisch maar één resultaat. En op dit moment heeft de, deze ETF dus een koers van 65 euro en 62 euro cent. De Giro is ook de broker die ik gebruik voor de meeste van mijn beleggingen. En mocht je nou ook een account willen openen bij de Giro... een link daarvan vind je onder deze video. Het kost jou niets om een account te openen... maar het helpt wel het YouTube-kanaal. Dus dat zou ik erg waarderen. Kijken we vervolgens naar het dividend waar we zojuist al over spraken. We zien dat het dus ieder kwartaal wordt uitgekeerd... wat altijd wel belangrijk is, of in ieder geval interessant is om te weten... dat het in euro's gebeurt. En dat het op jaarbasis zo'n 1,6%... Uh, en dividend wordt uitgekeerd, dus behalve dat de koers stijgt van deze ETF... kunnen jullie ook nog dividend ontvangen. Sommigen van jullie uh, willen wat, ja, zijn daarop gefocust, dus dan is het zeker interessant. Uh, het is geen heel groot bedrag, maar het is in ieder geval wel weer leuk meegenomen vaak. En tenslotte gaan we nog even kijken naar de samenstelling... want dat geeft eigenlijk aan uh, hoe het geld in dit fonds is verdeeld... en in dit geval dus ook hoe de AIX is verdeeld. De AIX is dus 25 bedrijven en dit... Het fonds, deze ETF, heeft 196 miljoen euro in, in bezit in principe. Geografische spreiding is op zich wel grappig, want je zou zeggen: het is de Amsterdamse beurs, maar het wil niet zeggen dat alle bedrijven die daar uh, genoteerd zijn ook echt in Nederland gevestigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan Unilever, dat pas nog naar uh, de UK is verhuisd vanwege belastingtechnische redenen. Nou, we zien dan ook dat Nederland wel veruit het grootste percentage heeft, van 75% gevolgd door. Uh, het Verenigd Koninkrijk, zoals ik zei. Maar denk ook bijvoorbeeld aan China, bij een bedrijf zoals Process. Interessanter is vaak de sectorverdeling, want het idee achter een ETF is natuurlijk dat je met één product toch al meteen spreiding hebt. Spreiding hebt over verschillende bedrijven, 25 in dit geval, maar ook over verschillende sectoren. We zien hier dat IT veruit het grootste is met iets meer dan een kwart, maar ook industriële bedrijven of energie hebben allebei zo'n 10%. En zo kunnen we het rijtje afgaan naar financiële dienstverlening, gezondheidszorg en uiteindelijk ook real estate, oftewel vastgoed. Scrollen we verder, dan komen we eigenlijk alle bedrijven tegen in, de, in deze ETF en dus ook in de AX. Bovenaan staat op dit moment ASML. Juist omdat de koers de laatste tijd enorm is gestegen, heeft het een best wel hoge weging. We zien dat het bijna 19% van deze ETF uitmaakt. Shell, dat is de tweede positie. Dat was vroeger het grootste bedrijf, maar inmiddels dus veruit ingehaald door ASML. Maar nog altijd goed voor zo'n 11%. Maar denk ook dus aan Unilever, tegenwoordig gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Ook met zo'n 9,4 Ook Adjen, ken je waarschijnlijk wel. Relax, Philips, Proces, zoals ik zei. In China gevestigd en heel erg interessant met 6 van de weging. Maar dit bedrijf heeft weer juist een groot, groot gedeelte van zijn investeringen in Tencent zitten. Dus wil je nou wel investeren in China, maar misschien niet de Chinese aandelen bijvoorbeeld. Dan kan het leuk zijn om juist het aandeel Proces te kiezen, omdat je dan toch een grote ja uh, Investering doet in principe in China. Verder zien we eigenlijk alle grote namen wel voorbij komen, zoals ING, DSM, AHOLD, met uh, Albert Heijn bijvoorbeeld. Just Eat Takeaway, wat natuurlijk vorig jaar een, een goed jaar heeft gehad, want iedereen liet natuurlijk heel veel eten thuis bezorgen. En zo kunnen we dus het rijtje afgaan met grote banken, verzekeraars, vastgoeddingen, uh, gezondheidszorg of medicijnen. Zoals ik zeg, verzekeraar en banken. En dat kun je eigenlijk ook allemaal hier terugzien. Hier zie je eigenlijk alle sectoren waar je het in kunt verdelen. Heel veel financiële dienstverlening onderaan. En wat meer informatie-techniek juist bovenaan. Maar ja, dat is natuurlijk waar we de laatste jaren eigenlijk wat zien gebeuren. Is dat juist tech-aandelen steeds interessanter worden, hoger gewaardeerd zijn. En dus ook een grotere weging hebben in bijvoorbeeld de Ajax en deze ETF. En tot zover, dus deze ETF. Even een korte blik. Uh, op de samenstelling, op het dividend, uh, dat je weet dat hier überhaupt is en wat je een beetje inhoudt, voorzien van mijn commentaar. En mocht je nou interesse hebben om te beginnen met beleggen, of juist wel wil je deze ETF kopen? Links naar verschillende brokers heb ik dus onder deze video staan. En ook onder deze video kun je een reactie achterlaten. Heb jij nog suggesties, tips of andere feedback? Laat me dat vooral weten zodat ik dat mee kan nemen ook in volgende video's. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op het YouTube-kanaal onder deze video. En zet ook de notificaties aan om nooit meer een video te missen. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.